Hebben we het wel eerder zo heet gehad? Nee. Nou, misschien een keer op de Lingen, maar... Wij zijn Pieter en Marieke. Met onze cabin cruiser de Canicula zijn we al een paar weken onderweg door België. Gaat de brug al? Vandaag varen we over de Sambre en de Maas. Lelijke industrieterreinen en lieflijke heuvels wisselen elkaar af tijdens deze vaarttocht van Tuin naar de parel van de Ardennen, Dinan. We beginnen de dag met een kleine tegenvaller. Want voorbij Tuin willen we vlak voor de Franse grens de tank volgooien. Maar we komen niet ver. Nou, we zijn even een tegenvaller, hè? Ja, op weg naar Fontaine-Valmont voor diesel. We komen bij de eerste sluis. De sluiswachter die was even zo slim om even te bellen, want die had al een vermoeden dat het niet meer kon. Ja. En het schijnt dat dat tankstation een half jaar geleden gesloten is vanwege vervuiling. Ja, dat hoorde ik ook, pollution. Ja, ik dacht eerst police, maar het is pollution. En ik hoorde allemaal bellen, toen zijn die merden. Ja. Toen dacht ik, oh, dat is een missenpoel. Ja, precies. Als je dat hoort, dan klopt er iets niet. Nee, precies. Hoe gaan we dit oplossen dan? Nou, we hebben nog twee jerrycans. We hebben nog iets meer dan een kwart, dus we komen heel eind. Dus ik ga vanavond even uitzoeken waar we diesel kunnen tanken. Dus nu terug naar Landelies. Landelies. Kijken of daar nog een plekje voor ons is. Ja, dan kunnen we weer onder de douche. Ja. Gaat snel, hè? Ja, het dalen gaat een stuk sneller dan het stijgen. Ons plan om diesel te tanken strandt dus vlak voor Lobbes. En omdat we toch geen papieren hebben om Frankrijk binnen te varen, gaan we terug. Langs Tuin en de ruïne van de abdij van Olne. We blijven nog een nachtje in Landelies. Het plaatsje met zijn robuuste Sint Maartenskerk. Dat zijn naam vermoedelijk dankt aan de heilige Landelinus. Die na een carrière als struikrover tot inkeer kwam. En zijn levensdoel maakte van het stichten van kerken en kloosters. We varen weer langs de voormalige elektriciteitscentrale Monceau, met aan de voet van de koeltoren de sluis. Dit is toch wel by far het lelijkste fabrieksgebouw dat ik ooit heb gezien. Het lijkt wel het voorkwartaal van de hel. En voorbij de monumenten van de staalindustrie. Om bij Charleroi de sombere benedenstrooms te volgen. Maar daarvoor moeten we wel weer even door een sluis. Chemische fabrieken, constructiebedrijven en andere industrie. Dit eerste stukje rivier in de richting van Namen is niet echt inspirerend. Ook van Charleroi krijgen we nauwelijks iets te zien door de hoge kades, aan elkaar geklonken door heel veel bruggen. Ik luis de Mondi, bonjour. Ici bateau Canicula, nous voudrions passer, s'il vous plaît. Ja, heb eens. In Tamines werden tijdens de begindagen van de Eerste Wereldoorlog bijna 400 mensen vermoord. Dit monument herinnert aan die slachting.
Vlak na de sluis bereiken we het doel van de dag, in Overlet, aan een kade zonder voorzieningen. Tijdens onze aankomst is de betonnen wallenkant nog leeg, maar na de laatste sluisbediening is hij helemaal volgestroomd. Zien we als we terugkomen met te veel boodschappen. Is hij overleden? Nou ja, redelijk gewond zou ik willen zeggen. Deze buis is verbogen en die buis is verbogen en deze is ook losgekomen. Er mist denk ik ook een bout en moer. Hebben we nog schroeven bij ons? Bouten en moeren? Ergens. Ergens in de boot. Ja, deze zit nog scheef, ja. En nou moet deze er ook nog in, hè? Ja. Nou, er zitten provisorisch een aantal schroeven in. Ja. Moet even kijken of hij het uithoudt. Ja, hij is wel aan zijn eindje, hè? Ja. Maar hij moet het gewoon nog even een paar weken volhouden. Ja. Totdat we weer thuis zijn. Hoog torent die uit boven de Sambre, de abdij van Floreffe. Eeuwenlang bewoond door Norbertijnen, totdat de laatste monnik zo'n 200 jaar geleden overleed. Sindsdien huizen er studenten en is de abdij vooral nog bekend van zijn Floreffe bier. Veel binnenvaart hier op dit stukje Sambre. Vooral van en naar de glasindustrie, die hier tot grote bloei kwam dankzij al het brandhout van de bossen en de rivier als transporteur van zand. We zijn aan de écluse de 200 meter. Groen. Het licht is groen. Dat is een nevenwoord na die andere sluis. Eerst moesten we anderhalf uur wachten, zoiets, toch? Ja. Na onze laatste sambere sluis varen we Namen binnen, dat eruit ziet als een aangename, charmante stad, waarvan alles is bedacht om de toeristen te plezieren. De Sambre gaat hierover in de Maas, waar wij met een scherpe bocht stroomopwaarts gaan. Met hoog boven ons de Citadel, een van de grootste van Europa en de belangrijkste attractie van de stad. Aan zijn voet de passantenplaatsen van Namen, met aan stuurboord de plekken zonder en aan bakboord de boksen met voorzieningen en als bonus uitzicht op de vesting. Wat een snikhete dag, hè? Oh, bloody wat. Hebben we het wel eerder zo heet gehad? Nee. Nou, misschien een keer op de Lingen, maar... Blijf maar bezig met jezelf een beetje op te frissen met die natte theedoek. Maar we zijn wel waar we willen zijn. Ja, en dat is? Op de Maas, richting Dinan. Ja. Nou, dat was wel een beloning, hè, aan het eind van deze hete dag. Ja, en er nog een trein voorbij. Maar het is nog even andere koek, hè, dan de kanalen, deze bovenmaas. Waar gaan we nu heen? Ja, profondo viel. We hebben er wel even op moeten oefenen, hè? Ja. Een aanlegplaats zonder voorzieningen. Redden wij ons mee. Kan ik alleen niet verder werken aan het filmpje? Nee, er is toch te heet voor.
Dat liep gisteren toch allemaal weer eens even anders, hè, dan we gedacht hadden. We wouden aanleggen in Profondeville. Alleen de aanlegplek, daar waren allemaal waterskiers en jetskiers aan het racen. Dus dat konden we helemaal niet goed aanleggen. Toen dachten we van nou, varen we nog een stukje verder en gaan we naar het volgende jachthaventje. Maar tussendoor vonden we nog een hele mooie aanlegplek. Een onverwachte. Ja, onverwacht. En nu zijn we op weg naar Dinan. Het is nu nog prachtig weer, maar er wordt redelijk extreem weer verwacht. Met heel veel regen en misschien hagelstenen van 3 tot 5 centimeter. Dus we proberen een beetje een veilig plekje te vinden in Dinan voor zover het mogelijk is. En we hebben de eerste hobbel genomen, ja. Sluis Hun. Ja. Die was wat onhandig, hè? Ja, maar goed. We zijn even geholpen, dus dat ging helemaal goed. De rivier kronkelt verder en wij kronkelen mee langs de rotsen van het Ardenner Heuvelland. Dromerige dorpjes als Anhée en Ivoire, kasteelruïnes zoals dit Crèvecœur, waar ooit nog eens tijdens een bloedige strijd 3 kasteelvrouwen zo in het nauw gedreven werden dat ze arm in arm van de burchttoren sprongen. En dan zijn we in Dinan, het voor ons zuidelijkste puntje van onze reis door België. Waar de citadel hoog uittorent boven de stad en neerkijkt op de strenge Onze Lieve Vrouwenkerk met haar aparte peervormige klokkentoren. We leggen aan even voorbij het centrum van deze goddelijke vallei, zoals de Kelten de stad heel lang geleden noemden, en wachten de voorspelde bui af. Extra lijnen voor een mogelijke storm die eraan komt. En misschien valt het reuze mee. Het is wel heel drukkend, hè? Ja, hartstikke heet. Maar van die hagelstenen is niet veel meer over dan een klein beetje regen. Wie hoopt dat we de citadel gaan bezoeken? Jammer dan. We hebben allebei hoogtevrees. En het is ook nog steeds veel te warm. In plaats daarvan zoeken we de verkoeling van een ander plekje in de buurt. Deze druipsteengrot wordt beschouwd als een van de mooiste van België. Hij werd ruim een eeuw geleden ontdekt en bestaat uit 850 meter aan galerijen vol versteende waterdruppels. Deze is voor jou, kijk. De brug over de Maas is dan wel genoemd naar de beroemde president Charles de Gaulle, maar wordt vooral gedomineerd door de nalatenschap van Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon, een zoon van Dinan. De Gaulle, toen nog luitenant, is geen zoon van de stad, maar staat naast zijn brug om een andere reden. De Gaulle werd hier 15 augustus 1914 gewond. Hij heeft geen hand meer. Nee, daarom hou ik hem even vast. En zoals het altijd gaat tijdens een vakantie, eens moet je weer weg. Een beetje weemoedig gaan we noordwaarts, over de Maas richting Namen. Waar we wel onze hoogtevrees uittesten. Nu weet ik alweer waarom ik dit eigenlijk niet wil. Vergeet niet de video te liken en je te abonneren op ons kanaal. Dan kun je zien hoe we via Hoei de Maas verder afvaren. Door de megasluizen van Ternaaien naar Maastricht. Waar de stad zindert van de optredens van een beroemde violist. En kijk ook eens op onze website decanicula.nl. Vol met mooie vaarroutes en aanlegplaatsen. Fijn dat je ons volgt en super bedankt voor jullie steun. Dat waarderen we zeer. Tot de volgende video.